Hallo, welkom bij een nieuwe video van Wim's Hardloop Channel. Ik heb je eerder al verteld wat een duurloop is en welke variaties je in duurlopen hebt en hoe je het tempo kan bepalen in duurlopen. Maar ik heb je nog nooit verteld hoe je die duurlopen nou het beste kan opbouwen. Dus in deze video ga ik je 5 tips geven hoe jij de duurlopen het beste kan opbouwen. Of je nou een 10 kilometer loopt of je bent een trainer voor een marathon of zelfs verder. En deze tips heb je zeker wel wat, want met deze tips kan jij op een verantwoordelijke manier die duurlopen uitbouwen naar wat jij, of opbouwen naar wat jij nodig hebt waar je voor aan het trainen bent. Dus in deze video 5 tips hoe je dat het beste kan doen. Heb je dan nog niet geabonneerd op Wim's Hardloop Channel? Vergeet dat zeker niet te doen. Dat kan hieronder. Zo blijf je namelijk op de hoogte van alle nieuwe video's over hoe jij een beter en sneller hardloper kan worden. Dus vergeet zeker niet te abonneren. Maar nu ga ik je eerst 5 tips geven hoe je die duurlopen het beste kan opbouwen. Nou, laten we gelijk beginnen met die eerste tip hoe je die duurloop het beste kan opbouwen. En dat heeft eigenlijk te maken met snelheid. Nou, met een duurloop is het belangrijk dat je langzaam loopt. En als je die duurloop nou wil opbouwen, dus een langere duurloop wil lopen dan dat je eigenlijk gewend bent, ga dan zelfs nog een beetje langzaam lopen. Haal nog een minuut per kilometer of een half minuut per kilometer af van je duurlooptempo. Want op die manier heb je een lagere intensiteit tijdens je duurloop en zou je dus verder kunnen hardlopen. Dus op die manier, door die snelheid wat naar beneden te halen, krijg je lichaam niet zwaarder de klappen te verduren, maar kan je wel die duurloop langzaam opbouwen. Dus haal dus 1 minuut tot 30 seconden van die duurloopsnelheid af. Uiteindelijk kan je wel weer gaan trainen om naar de nieuwe duurloopsnelheid te komen, of weer je oudere. Maar om op te bouwen is verstandig om even die snelheid wat naar beneden te halen, zodat je de krachten bespaart, de energie bespaart om verder die duurloop uit te breiden. In plaats van dat je eigen je krachten in gaat zetten om die duurloop zo snel mogelijk te lopen. Dus dat is tip 1. Verlaag je snelheid met een minuut tot 30 seconden per kilometer om een verder afstand te kunnen overbruggen tijdens die duurloop. De tweede tip die ik kan meegeven, en dat is eigenlijk waar ik mezelf ook vaak op betrapt, is neem je tijd voor een duurloop. En wat bedoel ik daar nou precies mee? Nou, stel dat je een duurloop wil gaan lopen, maar je hebt al iets eigenlijk daarna gepland, dan neem je niet die tijd voor de duurloop en dan ga je eigenlijk overhaast die duurloop in. En vooral als je die duurloop wil opbouwen, dan zei ik al bij tip 1 dat je wat langzamer loopt, dus je gaat waarschijnlijk langere tijd nodig hebben om die afstand te overbruggen. En dan heb je dus, zit je tegen een tijdslimiet te hard te lopen, dan ga je gauw al te snel lopen voor eigenlijk waarvoor je die duurloop wil gaan lopen. Dus belangrijk is, neem je tijd, plan 1 keer per week in wanneer je die duurloop wil gaan lopen en zorg dat je dan echt ruim de tijd neemt om die afstand te overbruggen. Zodat je niet overhaast begint aan die duurloop, dat je te snel gaat lopen zodat je hem binnen die tijd wil gaan halen. Want tijd is onbelangrijk bij die duurloop. Sterker nog, als je juist een tijd hebt voor die duurloop, dan ga je hem eigenlijk altijd te hard lopen. En dat is wat je wil voorkomen. Vooral omdat we hem gaan verlengen in afstand, wordt hij wat zwaarder voor je lichaam. En als we dan ook nog die snelheid omhoog houden, of de intensiteit te hoog houden, dan heb je kans op vervelende hardloopblessures. En die willen we zeker voorkomen, vooral als je het op een verantwoordelijke manier wil opbouwen. Dus neem je tijd voor elke duurloop. Plan gewoon 1 keer per week van, nou, dit wordt mijn duurloopdag. Heerlijk de tijd om die te gaan lopen. En zo heb je genoeg tijd om lekker op je gemak met die duurloop te lopen en op te bouwen. Nou, hoeveel kilometer of hoe lang moet je nou elke keer die duurloop uitbreiden om het op een verantwoordelijke manier op te bouwen? Nou, op zich hangt er een beetje natuurlijk per persoon af. Maar ik zou niet aanraden om elke week 2 tot 3 kilometer extra bovenop je duurloop te doen en niet meer. Als je meer gaat doen, dan krijg je lichaam niet de tijd om te wennen die tijdens die belasting op je lichaam elke keer komt tijdens die duurloop. En door hem tot 2 tot 3 kilometer daar een beetje het limiet op te zetten, qua hoe je hem elke keer wil verlengen, dan krijg je lichaam tijd genoeg om te wennen aan die extra afstand die je elke keer met die duurloop overbrugt.
Nou, stel dat je dus al 10 weken verder bent, dan zit je al gauw tot 20 tot 30 kilometer. Dus 2 tot 3 lijkt misschien weinig per keer. Maar als je dat elke week doet, dan ga je gauw al echt in de kilometers oplopen en kom je bij die marathon die je nodig hebt of weer zelfs verder. Maar je moet dus wel de tijd ervoor nemen. Dus probeer elke week die duur op te lopen op een wat langzamer tempo en probeer hem dan elke week 2 tot 3 kilometer uit te breiden. Dus dat is tip nummer 3. Net zei ik dat je elke week die duurloop tot 2 à 3 kilometer moest uitbouwen of opbouwen om zo steeds een stukje verder te komen. Maar probeer elke vierde week die afstand in te korten tot ongeveer 70%. Want dan krijg je het lichaam elke vierde week rust om te herstellen naar alle belasting die de afgelopen weken op je lichaam is komen te staan. Zo verklein je de kans namelijk met hardloopblessures. Dus elke vierde week doe je dus niet die 2 à 3 kilometer erop, maar je doet de laatste afstand. Zegt dat het 10 kilometer was en daar doe je dan 70% van. Dus dan betekent in die vierde week dat je een duurloop van 7 kilometer loopt. Doe die dan wel op dezelfde snelheid en ga hem niet sneller lopen. Want je wil juist in die week dat je lichaam wat rust krijgt om te herstellen. En dan ga je hem op een hoge intensiviteit lopen. Dan krijg je lichaam juist niet de rust, maar je krijgt andere klappen te verduren. Dus probeer in die vierde week echt hetzelfde tempo te hanteren dat je eigenlijk altijd die duurloop loopt. Maar doe hem gewoon een stukje korter. Zo krijg je je lichaam tijd om te herstellen en verklein je de kans op vervelende hardloopblessures. Die vijfde week, die week erna, kan je dan weer die afstand, die gewoon normale afstand, en daar weer 2 à 3 kilometer bovenop doen. Dat is in ieder geval tip 4 om te zorgen dat je geen hardloopblessures oploopt. En als laatste tip, tip 5, neem voldoende energie en drinken mee onderweg. Als je net begonnen bent met die duurloop opbouwen, heb je dat waarschijnlijk niet nodig. Maar zoals je al merkt, als je al gauw al die 20, halve marathon, 30 kilometer hard duurlopen gaat lopen, dus echt een langer stuk en meer dan een aantal uur bezig bent, dan is het verstandig om genoeg vocht en genoeg energie onderweg mee te nemen. Als je dat niet doet, ten eerste hardlopen gaat heel veel vocht kosten door het transpireren. En die wil je aan blijven vullen tijdens het hardlopen. Maar dat niet alleen, ook je energie. Als je niet je energie tijdig nuttigt, dan kom je zogenoemde man met de hamer tegen. Dat betekent dat je energielevel helemaal laag is en dat enige energie wat nog zeg maar toereikend is, is via de vetverbranding. Nou, met hardlopen, natuurlijk haal je energie uit je vetverbranding, maar dat is niet voldoende. Dus je wil tijdens het hardlopen ook nog energie innemen om te zorgen dat je die duurloop kan overbruggen. Hoe langer die wordt, hoe belangrijker dat gaat zijn tijdens je duurlopen. Dus merk je bij je laatste duurloop van oké, ik heb het nu best wel moeilijk gehad. Ik heb dorst gekregen onderweg, want dat is een goed teken dat je te weinig vocht hebt. Of je merkt dat je een beetje futloos wordt, te weinig energie hebt. Neem dan een energiegelletje of in ieder geval snelle koolhydraten in. Zodat je eigenlijk voldoende energie uit over je hele duurloop. Dus dat is een belangrijke tip als je dus langere duurlopen gaat lopen. Neem voldoende vocht en energie mee. Dit waren mijn 5 tips hoe jij je duurloop kan opbouwen. Heb jij nog een hele goede tip die ik gemist heb? Zet die in de reacties hieronder. Want ik ben heel erg benieuwd ook naar jouw tips. Misschien heb ik wat aan, want ik ga uiteindelijk in oktober die 100 kilometer hardlopen. En ik heb dus heel erg belang bij om mijn duurloop op een goede manier op te bouwen en blessurevrij te blijven. Dus heb jij nog een goede tip? Zet die in de reacties hieronder. Dan ben ik heel erg benieuwd in ieder geval naar. Maar dit waren mijn 5 tips hoe ik mijn duurlopen opbouw. En tot nu toe gaat het nog steeds goed naar de marathon en de ultra van 50 kilometer. Maar na 100 kilometer moet ik nog een stapje extra die duurlopen gaan doen. Dus wat ik zei, ik ben benieuwd, heel erg benieuwd naar jouw tips hoe jij een duurloop opbouwt.
Maar dit is gelijk het einde van mijn video. Heb je nou nog niet geabonneerd op Wim's Hardloop Channel? Vergeet dat zeker niet te doen. Dat kan hier. Zo blijf je namelijk op de hoogte van alle nieuwe video's over hoe jij een betere en snellere hardloper kan worden. En hier komen nog een aantal video's over die duurloop. Wat een duurloop is en hoe jij tempo kan bepalen tijdens die duurloop. Dit was in ieder geval Wim Groenendijk. En tot volgende video weer.